Volgens de werkgroep Goed Gespeeld zijn er nog te weinig speelpleinen die veilig bereikbaar zijn voor kinderen. Daarom organiseerden ze op vrijdag 18 april een symbolische actie in Aalst. We merken dat er heel wat gemeenten en steden inspanningen doen om extra speelplekken te creëren. Er zijn heel wat erkende speelbossen bijvoorbeeld bijgekomen, maar die zijn niet altijd even goed toegankelijk of bereikbaar voor kinderen. Zowel voor kinderen individueel, maar ook om je als groep, als jeugdvereniging bijvoorbeeld, te verplaatsen, kom je toch wel op een aantal heel gevaarlijke punten terecht. Maar dat maakt denk ik dat er heel wat ouders en ook jeugdverenigingen soms net het speelbos of die speelplek gaan mijden. Ja, en dat willen we natuurlijk vermijden. Voor de actie werd Aalst gekozen, maar Goed Gespeeld richt zich op alle Vlaamse steden en gemeenten. We zijn een centrumstad, samen met nog 12 andere Vlaamse steden. Dat heeft zijn specifieke gevoeligheden. Maar los daarvan denk ik dat we bij alle werken, zowel wegenwerken als vernieuwing van pleinen, het aspect van kinderen en jongeren wel degelijk in het achterhoofd houden. De kinderen vertrokken in groep naar het speelbos en wezen onderweg op alle mogelijke gevaren. Ik ben blij dat het veiliger wordt voor de spelen en dat als je speelt op de weg bijvoorbeeld, dat dan minder gevaarlijk is. Dat de voetgangers niet kunnen overreden worden door de auto's en dat de straat veilig is voor iedereen. Ook de plaatselijke jeugddienst draagt het initiatief een warm hart toe. Ik vind die actie zeer goed, anders zouden we hier ook niet aanwezig zijn. Dus wij ondersteunen dat zeker en ik vind dat heel goed dat er daar aandacht op gevestigd wordt. Dat die plekken er zijn en dat ze ook heel toegankelijk zijn en heel veilig. Ondertussen tonen al meer dan 50 steden en gemeenten zich bereid om de veiligheid op de weg aan te pakken door het Goed Gespeeld Charter te ondertekenen.